Oh, it's good. Yeah, it's good. Nice. I like it. Lieve mensen, welkom bij date nummer 12. Een maand geleden ging ik naar Londen om voor Roos een ontbijtje op bed te halen. En dat werd niet helemaal gewaardeerd. Eeuw, worst. Dus nu ga ik naar Hamburg om voor haar iets anders te halen. En ik ben niet alleen, want ik heb... Yo. George bij me. Je kent hem natuurlijk veel beter dan je mij waarschijnlijk kent. Ik heb altijd al willen leren dansen. En vandaag ga ik beginnen met de Chinese dansen. Dus kom maar mee. Ik ben gemaakt voor sneeuw. En nu gaan we dus daklozen verrassen. Super tof dat je mee bent, man. Ja, ik vind het echt super leuk dat we gaan. En ja, jij gaat mij leren liften vandaag. En ik ga jou helpen om even de dames te pleasen. Dat is wat we gaan doen. Toch? Yes. Let's go. So what is your secret of love? You have to be near as a couple with two people, but you also need also the freedom to do your own, still to do your own things. And you need a good mixture of it. Then I think it works. Wow. Okay. I think that is so true. Thank you. You're welcome. Hey, maar George. Ja. Wat is nou jouw geheim van de liefde? Ik ben er nog niet echt helemaal uit, maar ik denk het geheim van de liefde is als je elkaar gelukkig kan maken. En inderdaad, wat hij net zei, weet je al, vrijheid aan elkaar gunnen, dat is gewoon elkaar gelukkig maken en elkaar alles gunnen wat je, waar jullie allebei naar verlangen, denk ik. Dat is denk ik mijn geheim van de liefde. Kom aan, jongen. Cheers. Super mooi. Dankjewel. We zijn aangekomen bij een super chill couchsurfer. En morgen gaan we dus een souvenirtje halen voor onze ladies. Ja. Maar ik heb echt geen idee wat het nou moet worden. Ik weet het ook niet, man. Nee, ja, we kunnen van alles doen. We kunnen een Duits liedje schrijven, had ik bedacht. Maar we kunnen natuurlijk ook weer gewoon eten halen. Het punt is dus... ik wilde heel veel moeite doen voor Roos hier in Hamburg. Maar, weet je, het is ook belangrijk om gewoon tijd te hebben met vrienden en een tijd voor jezelf. Precies, wat zei die meneer nou vanmiddag? You also need also the freedom to do your own things. Dat is het. That's the definition of love. Dus ik denk dat we dat gaan doen. Disco. I'm a disco boy in a disco world. Come on party, let's go party. Het is echt 4:30 s'nachts. Ik lig in bed. Ik vond het leuk, maar ik heb ook wel zin om naar huis te gaan, hè, Roos. Stop, hè. Heb je tijd voor jezelf, dan ben je terug. Tristan. Nou, we gaan nu op weg naar het centrum. Gaan we een souvenirtje halen. Krassie. Dat is eenmaal? Ja, bitte. Wij zijn geslaagd. Ik heb dit fantastische dingetje gekocht. Wat heb jij? Ik heb een Starbucks beker gekocht. Mijn vriendin smaakt Starbucks bekers. Ik ben benieuwd of Roos het leuk vindt, maar dat merken we vanzelf. Sowieso. Ja, denk je dat ze blij is ermee? Wie niet? Do you think she'll like it? Yes. I think this is a perfect gift. She will definitely like it. Is that schön? Ja. Ja? Zeer schön. Dank je. Oh, it's good. Yeah. It's good, it's yeah. It's nice. I like it. By the time I'm getting sick of this, I'd rather be with you. Cause you make me feel like I'm not so far away. Away. Coming home. Coming home. Coming home. Coming home. Coming home. Coming home. Was super vet, man. Later. Doei, doei. Hey! Mannetje! Oké. Ik vertrouw het niet. Maak nou open. Ja, leuk. Nou, laat een reactie achter en wie weet wordt dit naar je opgestuurd. Hey! Dus is het geslaagd? Nee!
gaat lekker op vakantie. En wat krijg ik? I love Hamburg. Ik ben nog nooit in Hamburg geweest. Vond jij de date net als ik wel geslaagd? Laat het weten met een... Ik wil ook een date. Ik ga gewoon, vanavond krijg ik mijn date. Oké, nou ik ga het even goed maken met Roos. We gaan gewoon een filmpje kijken. Dat is onze date. Vond jij deze date wel geslaagd net als ik? Laat het weten met een duimpje. En abonneer. En George was met me mee, want ik heb hem leren liften voor zijn kanaal. Dan moet je ook zeker even gaan kijken. De link staat in de beschrijving. Abonneer op hem. Het is echt super vet. Je kent hem misschien wel van fijne vrienden, maar hij heeft ook zijn eigen kanaal. Dat was het. Dankjewel, Izzy.